Op de Olympische Spelen hebben we een medaille gehaald. Maar jullie gingen voor goud, of niet? Uiteraard, iedereen gaat voor goud. En zilver zat heel dichtbij. Maar ik vind het gek dat je niet tevreden kan zijn met een Olympische medaille. Okay. Dat is toch, toch het hoogst haalbare, dat is toch waar het voor doen. En dat moet je gewoon niet vergeten. Ja. Je zat al lang op de tweede plek. Hoe ging dat mis? Mis is een groot woord, denk ik. Ik bedoel, we hebben heel veel geïnvesteerd op de plek waar we het afgesproken hebben in de race. En op een gegeven moment betaal je daar een prijs voor. En blijkbaar was het nu net drie halen te lang, die race. Ik bedoel, met een beetje mazzel of met een beetje mazzel houd je dat net wel goed. Wel vast. Het is een keuze die je maakt van tevoren waar je investeert. En dit heeft zo uitgepakt. We zijn het toernooi zijn begonnen met wat mindere races. En dit is onze beste race. En we hebben met z'n allen commitment getoond door naar die tweede plek te gaan in het midden van de race. Ja. En zo loopt dat. Er zijn altijd drie medailles. En nu hebben wij die brons gepakt.